Vanavond Gods heilige en onfeilbaar woord in Genesis 35, vers 1 tot en met 7. Daarna zei God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen hij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in de hand waren en de oorsiersler die aan de oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En ze reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, hetwelk is in het land Canaan, dat is Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God was hem aldaar geopenbaard geweest als hij voor het aangezicht van zijn broeder vluchtte. Tot zover. Gemeente, het hoofdstuk begint, vers 1. Daarna sprak God tot Jacob. Dat ene zinnetje is al zo'n machtig wonder wat hier staat. Daarna sprak God. Dat wij een God hebben die spreekt. En niet een God die zwijgt. Een God die niets meer van zich laat horen. Want dat zouden we toch verdiend hebben? Dat zouden we toch verdiend hebben? Dat God niets meer van zich zou laten horen. Wij die zo vaak langs God heen leven. En die zo vaak onze eigen gang gaan. Vaak zo weinig behoefte aan hem hebben. Dan zou het toch goed te begrijpen zijn dat de Heer zich zou terugtrekken in een eeuwig stilzwijgen. Als je dan zonder mij wil, ga dan maar. Maar dat doet God niet. Hij laat het er niet bij zitten. Wij wel. Maar God niet. Hij spreekt tot ons. Daarna sprak God. Dat betekent, hij zoekt omgang met ons. Want anders dan zeg je niks meer. Als je met iemand begint te spreken, dan zoek je omgang, dan zoek je contact. Als God gaat spreken, vanavond, dan doet hij dat omdat hij omgang met ons zoekt. Dat hij met ons bewogen is. En ons niet prijsgeeft aan onze eigen gekozen ondergang. Hij komt ons vanavond opzoeken. Wat een wonder. God spreekt. Daarna sprak
God tot Jacob. Daarna, na heel dat leven van Jacob wat zo achter hem ligt. En wat was dat voor een leven? Jacob. Zijn naam zegt het al. Hielenlichter. Oplichter. En gemeente, wij houden allemaal van Jacob. Maar Jacob was echt wel onbetrouwbaar. Met verdriet moet ik zeggen. Eerlijk is eerlijk. Hij had iets slims. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, iets gemeens. Met pijn, maar het is niet anders. Jacob had iets glads. Denk maar hoe hij zijn broer Esau op een slimme manier zijn eerste geboorterecht ontfutselde. Toen Esau, de kinderen kennen het verhaal wel, hij kwam moe en bezweet van de jacht thuis. En Jacob was bezig om linzensoep te koken. En Esau die rookt die geur en die was moe en hongerig. Geef mij te eten. En Jacob, sluw als die was. Dat doen we, maar dan mag ik het eerste geboorterecht. Hij maakte gebruik van het zwakke moment van Esau en dat wist hij. Jacob, jij bent niet eerlijk. Maar zo was hij. En zo ging hij met het eerste geboorterecht, die dubbele zegen van zijn broer aan de haal. En het bleef niet bij één keer. Want een paar jaar later, als zijn oude vader Isaac zijn einde voelt naderen. En dan moet hij zijn kinderen gaan zegenen, afscheid. En dan komt Jacob bij hem. Kinderen weten het wel, hè? Hoe kwam hij bij zijn vader, zijn oude blinde vader. Had Jacob slim en sluw van die geitenvellen over zijn armen getrokken. Ben jij Esau? Ja, vader, voel maar hoor, mijn harige armen. Ik ben Esau. Ruik maar de borstlucht. Ik ben Esau. Wist u trouwens dat hij toen 77 jaar oud was? Het was geen vlegel van 12, maar een volwassen man van 77 die heel goed wist wat hij deed. En dan zo je vader bedriegen, staalhard. Met pijn moet het zeggen. Jacob had echt iets gemeens en iets sluws. En je zou zeggen het later, hè? Hij heet niet voor niks Jacob bedrieger. Genesis 27 zegt hij dat. Hij heeft al twee keer bedrogen. Eerst mijn eerste geboorterecht en nu de zegen. En dan is Esau zo laaiend. Dan gaat hij zijn broer achterna. Hij wil hem vermoorden. En Jacob moet alles verlaten. Vluchten voor zijn leven. Richting het oosten. Irak, zou ik maar zeggen. Naar zijn oom Laban. Je moet toch ergens blijven. En dan loopt Jacob daar, moederziel alleen in de wildernis van alles en iedereen verlaten. En tot avond, tot donker, in de woeste eenzaamheid, in de vette brultrel leeuw, die gaan op zoek naar prooi. En dan loopt hij daar zo eenzaam door die wildernis. En hij wordt moe. Maar nergens onderdak, hè. Een zwerver. Ja, en op een gegeven moment kan hij niet meer verder. Dan gaat hij zomaar plomp verloren ergens liggen. En hij trekt een steen naar zich toe. Hij zal wel zijn mantel erop gelegd hebben. Als een kussen en dan slapen. Ziels alleen. In een beklemmende wildernis. Zal ik ooit mijn vader en mijn moeder nog terugzien? Een zwerver.
zonder huis. En hij heeft zich geschaamd. Bedrieger. Oplichter. Wat zal hij allemaal gedacht hebben? En toen is hij zo langzamerhand van ellende in slaap gesukkeld. En dan krijgt hij een droom. Een droom van God. Een ladder uit de hemel. En daar gaan engelen op en neer. Het gaat maar door. Eén en al licht. Eén en al heerlijkheid. En bovenaan die ladder. Ja, dat is bijna niet te zeggen. Bovenaan die ladder. Zo heilig. Zo heerlijk. Daar staat God. En God is niet boos. Hij overlaat Jacob niet met verwijten. Wat Jacob dubbel en dwars verdiend zou hebben, waar of niet. Maar ik lees geen enkel verwijt. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Geen verwijt voor deze man. Weet je wat de Heere zegt? Ik ben de God van je vader Abraham en Isaac. En het land waarop je ligt te slapen, zal ik je geven. En dat zal jouw land zijn. En je zal tot een ontelbaar groot nageslacht worden. God opent van zijn kant voor Jacob de hemel. Geen gesloten hemel. Maar een geopende hemel. Wat moet dat voor Jacob wonderlijk zijn geweest? Jacob, die het zo verzondigd had. Het moet voor Jacob wel zo ontzagwekkend zijn. De Heere was zo dichtbij gekomen. En zie, ik ben met u. Dat is dichtbij, hè? Ik ben met u. Heere, met mij? Na alles wat er gepasseerd is bij mij? En ik ben met u en ik zal u behoeden. Overal waarheen gij zult trekken. Gemeente, dat is toch niet te begrijpen. De Heere zoekt Jacob op. Niet met vloek en oordeel. Het enige wat hij verdiend had. Maar je hoort er niks over. Ik hoor alleen maar pure genade. En onbegrijpelijke liefde. Is Gods hart zo ruim? Niet alleen toen, maar ook nu. Is zijn genade dan zo grenzeloos, dat zelfs Jacob er nog niet buiten valt? Wat moet dit voor Jacob ontzagwekkend zijn geweest? En dan is op een gegeven moment die droom voorbij. De ladder is weg. De engelen zijn weg. En de Heere is er niet meer. Maar de belofte blijft. De belofte blijft. En God blijft. En God blijft. Luister maar, want dan zegt Jacob, gewis, de Heere is aan deze plaats. Niet was, net even in die droom, toen was, de Heere is.
Want hij heeft beloofd, ik zal met u zijn. Gewis, de Heere is. Dat is wat. Voor zo een. Dat de Heer hem niet op eeuwige afstand zet. Maar bij zo iemand wil zijn. Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dat is niet anders dan een huis Gods. Een poort des hemels. En wat doet Jacob dan? Ja, dan zet hij die steen waarop hij lag te slapen zo overeind. Het enige wat hij heeft, die fles olie, om onderweg je huid een beetje soepel te houden, het laatste. Dat giet hij als een dankoffer, meer heeft hij niet. Dat is alles wat hij heeft. Alles wat hij heeft, dat offert hij als een dankoffer aan de Heer. Uit dankbaarheid en verwondering. En hij doet er nog wat bij. Niet alleen een dankoffer, maar ook een dankgelofte. Wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reize. En mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleer om aan te trekken. En ik ten huize van mijn vader in vrede zal wedergekeerd zijn. Zo zal de Heere mij tot een God zijn. En ik zal hem 10% van al mijn bezit geven. Dat was Bethel. En hier vanavond, hoofdstuk 35. Dan zijn we 20 jaar verder naar Bethel. 20 jaar verder. 20 jaar bij Laban. Getrouwd, Lea, Rachel, kinderen gekregen. Een grote veestapel, steeds meer en steeds meer. Jacob is schatrijk geworden. Een welvarende zakenman, zou je zeggen. Wat heeft de Heere hem daar rijk gezegend? De Heere heeft zijn woord aan Jacob gehouden. Ik zal u zegenen. Het is gebeurd. De Heere deed wat hij belooft. Maar Jacob had ook wat beloofd. Dat hebben we gehoord. Als de Heer hem zou helpen en als hij weer zou terugbrengen in zijn vaderland, dan zou hij de Heer zijn tiende geven, 10% van alles. Dat zou hij de Heer offeren. Heer, dan zal ik hier dankdag houden. En u alle dank en erkentenis brengen voor uw zorg en voor uw trouw. Heeft Jacob zijn woord gehouden? Nee. Hij was het vergeten. De Heere was wel trouw aan hem. Maar hij niet aan de Heere. Hij had wel belangstelling voor de zegeningen. Maar niet voor de zegenaar. Vergeten. Hij had genoeg aan zijn eigen leven. En nu wij vanavond. Dankdag. Wij worden ook herinnerd. Aan onze Bethels. God is een God die terugleidt. Wanneer wij God vergeten hebben, zo deed hij bij Jacob, gaat hij ons weer terugbrengen, zoals die Jacob terugbracht. Dan zijn er van die plaatsen en momenten in ons leven. Die juichen van Gods trouw en van zijn goedheid. Herinneringen. Daar. En toen. De daden des Heren gedenken. Dat is dankdag. Want danken komt van gedenken. Je kan alleen danken als je gedenkt. Als je niet gedenkt kun je ook niet danken. Want dan vergeet je alles. Dankdag is eigenlijk gedenkdag.
Al die zegeningen vanavond. Dan kan hij dat vandaan zijn vanmiddag ook al. Hè? Als je al die zegeningen gaat gedenken. Een huis. Nieuw werk. Een kind gekregen. Een diploma. Gezondheid. Vrienden. Vriendinnen. Eten. Drinken. Veiligheid. Vrede. Misschien ook wel een moeilijke tijd achter de rug. Die zijn er hier ook. Met tegenslagen. Teleurstellingen. Zelfs verliezen. Maar de Heere gaf kracht en ondersteuning. Hij was nabij en droeg toen je niet meer verder kon. Ga het allemaal maar eens optellen. Dat is dankdag. Kijk maar eens vanavond achterom. Ook de jongeren. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. En vergeet er geen. Gedenken. Je Bethels. Waar God tot je sprak. Waar hij zo genadig nabij kwam. In de kerk. Onder het woord. Dat hij niet ver bleef. Maar tot je afdaalde in je verlorenheid. Bethel. Aan het avondmaal. Dat het zo goed was. Of thuis. In de eenzaamheid. Dat zijn woord zo tot je ging spreken. Dat je voelde hij zelf spreekt. En dat je je ogen misschien niet droog kon houden. Voorwaar, dit is niet anders dan een huis Gods. Een poort des hemels. Misschien wel in het ziekenhuis. Toen je er zo tegenop zag. En je tot de Heere riep. En hij je opzocht. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Daarna zei de Heere tot Jacob. Ja, hoofdstuk 35, dan ga ik even een stapje verder. Dat volgt logisch klem naar hoofdstuk 34. Daarna, naar hoofdstuk 34, dan gaan we het een beetje inzoomen, zou ik bijna zeggen. Nou, hoofdstuk 34. Wat een drama. Dina, de dochter van Jacob, 18 jaar jong, ging in Sichem, ja, laat ik het zo maar zeggen, die ging daar stappen. De bloemetjes buiten zetten. En het resultaat, zwanger. En de broers van Dina, de zonen van Jacob, die zijn laaiend. Hebben zij onze zus te pakken genomen, dat zullen ze weten. Kort en goed, in Sichem wordt er een bloedbad aangericht, meer dan verschrikkelijk. Heel de stad wordt compleet uitgemoord. Het is een verschrikking. En Jacob is ontzet. Zijn dochter geschonden. Zijn zoons als een moordcommando. En de omgeving is natuurlijk laaiend. Die gaan verhaal halen. Jacob is zijn leven niet meer zeker. Want dat zullen die heidenen daarom zich hem niet laten zitten. Jacob zit werkelijk bij de puinhopen van zijn leven en van zijn gezin. Hier heeft zijn leven als het ware een dieptepunt bereikt. Hij zit compleet aan de grond. Daarna,
Dan komt hoofdstuk 35. Als dat net allemaal een paar dagen geleden gepasseerd is. Daarna zei God tot Jacob. Daarna, na een leven vol van bedrog. Na een leven van de Heere vergeten. Want in die 20 jaar dat hij bij Laban is geweest, lees ik nergens ook maar dat hij 1 altaar gebouwd heeft. Niks. In die 20 jaar heeft hij geen altaar gebouwd. Alleen maar bezig om een rijke, welvarende man te worden. In de greep van het geld. Je leest ook nergens van een godsontmoeting in die 20 jaar. Toen verscheen de Heer aan Jacob. Je leest het nergens. Jacob was een kind van God. Je kan bijna niet geloven, kan het zo laag aflopen met een kind van God. Want het kan niet anders. Wat moet Jacob 20 jaar geestelijk in het donker hebben gezeten? En een dorheid in zijn ziel hebben gehad? Dat kan niet anders. En hij heeft gevoeld. Want wie ooit leven heeft gevoeld, die weet ook wat het is om het te missen. Hij heeft geweten. Het zit helemaal niet goed. Jacob, zei zijn geweten, je moet terug. Maar weet je wat hij deed? Hij is doorgegaan. En doorgaan. 20 jaar lang. Dat is wat. En dan is God er opeens weer. Na 20 jaar. De Heer heeft als het ware 20 jaar op Jacob gewacht. En toen zei God na 20 jaar, Jacob zal wel niet komen. Dan ga ik hem wel opzoeken. Is de Heer zo voor zulke? Augustinus, hij zegt het ergens. U bent die Heer die weglopers achterna gaat. Ja, Augustinus was zelf ook zo'n wegloper. Hè? En dat zijn wij toch allemaal vanavond hier. Weglopers. Maar nou het wonder. Hij is nou die Heer die weglopers achterna gaat. Hier zie je het gebeuren. Gemeente, het is al beschamend. Als de Heere moet wachten tot wij ooit een keer terugkomen. Kan niet lang wachten. Hè? Want wij komen nooit. Net zo min als Jacob. Maar nu is hij de eerste. Er staat niet, daarna zei Jacob. Nee, nee, daarna zei God. Dat is nou pure genade. Waar het echt niet meer te verwachten is. Waar het zo verzondigd is dat je gewoon eerlijk moet zeggen, tussen mij en God, dat is voorbij. Ik heb het zo bedorven. En dan verschijnt God in zo'n leven. Hoe kan het? Gemeente, de Heer is altijd de eerste. Dat is evangelie. Hij is de eerste. Altijd weer, altijd weer. En hij wil het ook zijn. Dat mag ik erbij zeggen. Hij wil het ook zijn. De eerste hier. Jacob had beloofd. Als de Heer met mij zal zijn, dan zal ik hier bij deze steen, bij Bethel, dan zal ik hier weer dankdag houden. Dan zal ik u de dank en de erkentenis voor al uw zorg en voor uw zegeningen brengen. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U die in nood mij hebt behoed. Maar daar had Jacob niks, maar dan ook niks van terechtgebracht. Al mijn geloften u betalen. Het moest nog steeds gebeuren.
Na 20 jaar nog steeds. Jacob was wel druk bezig geweest met zijn eigen belangen. Maar hij had de Heere vergeten. Hij was niet naar Bethel getrokken, maar naar Sichem. En daar had hij een stuk land gekocht. Kun je lezen, hoofdstuk 33, vers 19. Hij was zich daar bij Sichem, bij de heidenen, gaan vestigen. Hij was het zat om een zwerver te zijn. Hij had er geen zin meer in om een vreemdeling te blijven. Hij was zich gaan vestigen, een stuk grond gekocht. En daar had hij het zo druk gehad in Sichem met geld en goed, dat hij geen tijd had voor zijn God. De Heere vergeten. En zijn belofte aan God erbij. Oh, ik denk wel dat Jacob netjes elke avond gebeden zal hebben. Maar dat stelde natuurlijk niks voor, hè? Dat stelde natuurlijk niks voor. Want hij ging niet naar Bethel, maar naar Sichem. Daar had hij zich gevestigd. En dat verraadde waar zijn hart naar uitging. Zijn hart ging niet uit naar Bethel, maar naar Sichem. En daarom moest het wel bij Sichem zo verkeerd aflopen. Dat kon ook eigenlijk niet anders. Want Jacob, jij bent buiten de weg. Dit is niet Gods weg. Die misstap van Dina en van zijn zonen. Ja, eigenlijk moet je zeggen, daar was Jacob de schuld van. Hij was naar Sichem gegaan. Hij had ze er gebracht. Dat dit gebeurde allemaal, had hij ten diepste aan zichzelf te danken. Eigenlijk, het klinkt heel vreemd, eigenlijk moet je zeggen, het was nog liefde van de Heere. Dat het in Sichem zo fout is gelopen. Want anders was hij er blijven zitten. Dan was hij er zeker blijven zitten. Nou, zei de Heere, als het dan niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks, dan moet er maar wat gebeuren. Dan zal die wel gaan. Ga je mij stinkende gematen tegen zijn zonen. We krijgen heel de omgeving. We moeten hier weg. Wel erg, hè? Als er een harde hand aan te pas moet komen om mij op mijn plek te krijgen. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft inderdaad smart op smart te vrezen. Laten wij vanavond gewaarschuwd zijn. Nu moest hij wel weg. Daarna zei God tot Jacob: maak u op, trek naar Bethel. Als de Heere er niet voor gezorgd had, was het in Jacobs leven nooit dankdag geworden. De Heere moest hem er zelf toe aansporen: ga naar Bethel. De Heere moest hem als het ware er wel heen duwen. Dat is wel een beschamende les geweest voor Jacob. Hè? Moet je zo dankdag gaan houden? Dat een ander moet aansporen en bijna met geweld je dan om daar dankdag te gaan houden? Gaat dankdag houden ons zo moeilijk af? De Heere was goed voor hem geweest. Enkel goed. En dan was er bij Jacob totaal niets. Geen dankbaarheid. Die Godvrezende Jacob. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Nou, zover was Jacob nog lang niet. U al mijn gelofte brengen. En nu wij. Vanavond. Dankdag 2022. Met al de zorgen. En tranen. Die er de afgelopen tijd geweest zijn. En misschien er nog wel zijn.
Maar wat hebben we een redenen om de Heer te danken en te erkennen voor zijn goedheid en hulp dag aan ons betoond. Maar waar is nou de dankbaarheid? Dat brengen van onze gelofte, dat betalen. Ja, de vorm is er nog wel vanavond. Maar als het er meer niet is, is het al armzalig, hè? Hoe houden we nou vanavond dankdag? Is dat nou vorm? Of leeft het nou van binnen? Hoe zitten we hier nou? Een hart met dank, erkentenis, liefde en verwondering vervuld. Gemeente, wat zijn we straat en straatarmen. Juist om een dankdag kom je daar zo pijnlijk achter. Waar is nou mijn dankbaarheid? Dan moeten we vanavond zeggen, Heer, vanuit mezelf heb ik het niet. En als vandaag dankdag, maar nou is mijn hart zo weinig tot dat danken gezind. Zijn we zo gauw tevreden met van alles. Maar God. Jacob had alles. De Heer had hem in alles gezegend. Maar hij vergat God. En zo niet alleen Jacob. Romeinen 1 zegt, het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Niet alleen Jacob, maar ik ook. Zo zijn wij. Gemeente, staat om onze verlegenheid vanavond, dankdag. Maar Heer, waar is nou die dank bij mij? Jacob had het ook niet. Maar weet je wat nou het wonder is? En de troost dat de Heere hem er gaat brengen. Maak u op, ga naar Bethel. De Heere zoekt mensen op die het erbij hadden laten zitten. Hij stoot ze niet weg, maar hij haalt ze erbij. Ook de dankbaarheid is uiteindelijk een genadegave. Die hij wil geven aan mensen die het van zichzelf niet hebben. Dat is wel verootmoedigend, want het hoorde zo anders te zijn, waar of niet. Het hoorde zo anders te zijn. Maar tegelijk ligt er wel een vertroosting als de Heer zo doet met die dankeloze Jacob. Hij weet wat maaksel wij zijn. Dan mag het ons gebed zijn, ook op deze dankdag. Heere, wil u mij dan brengen op die plaats waar ik hoor te zijn. En ik hoop toch dat je er wel achter mag zeggen, waar ik zo naar verlang te zijn. In kleinheid en verbrokenheid aan uw voeten, maar waar ik zelf niet kan komen. Maar Heere, wil u me er nou brengen? Wil u nou mijn hart bereiden zoals het bij Jacob ook gedaan heb? Gemeente, het is niet uit ons. Het is uit hem. Ook de dankbaarheid is uit Christus. Christus is de bron. Het is alles uit hem dat Jacob door de Heer wordt teruggebracht. Dat de Heer hem danken gaat leren en danken gaat geven. Het is ten diepste uit Christus. En hij wil het vanavond ook uitdelen aan mensen die zo verdrietig zijn. Maar ze zich zo hopeloos voelen tekortschieten tegenover God. Christus is de bron van de dankbaarheid. En hij wil er zelf ook voor zorgen. Dat zien we hier gebeuren, hè? Want dan gaan we verder. Dan gaat Jacob, vers 2, naar Bethel. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren. Ze waren bij Sichem gewoon. Ik zei het al, hè? Hij had een stuk land gekocht en daar had hij zich gevestigd. Hij wilde rust en gemak.
Maar dat hij bij Sichem was gaan wonen, betekende dat hij bij de heidenen was gaan wonen. En zo is het heidendom de wereld ook zijn gezin binnengekomen. Je kan niet ongestraft omgang met de wereld zoeken. De wereld was zijn gezin binnengekomen. Vers 2, doet weg de vreemde goden. In Jacob's eigen huis stonden afgoden. In het huis van de man aan wie de Heer bij Bethel zo onvergetelijk was verschenen. Die zo'n godsontmoeting had. Zo'n openbaring, zo zeldzaam. En bij diezelfde man staan nu gewoon afgoden. Ja, zelfs meervoud, hè. De goden. In het huis van een godvrezende man. Die zulke bijzondere godsontmoetingen had ervaren. En nu staat zijn huis vol met de wereld. Hoe kan het? Jacob is slap geweest. Voor zijn gezin. Ja, je wil geen herrie hebben, hè. Je moet maar niet op alle slakken zout leggen. En ga zomaar door. Maar vergeet niet, als je de duivel één vinger geeft, dan pakt hij je hele hand. Dat zie je hier gebeuren. Het bleef niet bij één afgod. Maar nu is Jacob wakker. Na 20 jaar wordt hij eindelijk wakker. De Heere schudt hem wakker. En dan gaan zijn ogen open. Wat is er hier in dit huis? Wat is er in mijn gezin aan de hand? Doet weg de vreemde goden. Hij moet dankdag houden. Maar hoe kun je nou dankdag houden als je de zonde nog in je huis hebt? Hoe kun je nog dankdag houden als je de zonde aan de hand houdt? Doet weg de vreemde goden. Gemeente, een ware dankdag gaat vergezeld met waarachtige bekering. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. Heel kort maar even, reinigt u. Ze moesten zich wassen. Dat was natuurlijk symbolisch, hè? Symbolisch. Ze moesten zich wassen van al hun zonden. Van al hun onreinheid. Zoals het doopwater symbolisch uitbeeldt de reiniging door het bloed van Christus. Dat zit hierachter. Jacob zegt, lieve kinderen. Wij hebben zo gezondigd. Ons leven is zo bezoedeld en besmeurd. Laten wij ons reinigen. Reinigt u. Een nieuw begin. En verandert uw kleding. Eigenlijk staat er, verwissel je kleding. Verwissel andere kleren. Want die oude vuile kleren, waarmee jullie in de zonde hebben geleefd. En ik. Die kleren moeten weg. Nieuwe kleren. Reine kleren. Hoe zegt Paulus het? Legt dan af de oude mens. Uittrekken. En doet aan de nieuwe mens. Dat staat hier eigenlijk. Verander uw kleren, verwisselen. Waarom moet dat allemaal gebeuren? Want hier staat in vers 2. Reinigt u. En verandert uw kleren. Waarom moet dat gebeuren? Omdat Jacob weet, als we naar Bethel gaan, dan gaan we een heilige God ontmoeten. God ontmoeten kan niet zomaar. In onze vuilheid en onze ongerechtigheid. Reinigt u, verandert uw kleding. Hoe zouden wij anders God onder ogen kunnen komen? Psalm 24. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions vorst betreden? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, die zal de zegen ontvangen van de Heere en de gerechtigheid van de God zijns heils.
En daarom reinigt u. En verandert uw kleding. Want wij gaan een heilige God ontmoeten. Dankdag en bekering horen onlosmakelijk bij elkaar. Wij vanavond ook. Net als Jacob toen. Gaat eens na, zijn er dingen in mijn leven die niet goed zijn? Die niet voor God kunnen bestaan? Verkeerde dingen. Verkeerde dingen in mijn gedrag. Hoe ga ik om met mensen? Misschien om mijn eigen man. Mijn eigen vrouw. Je kinderen. En vul maar in, vul maar in. De mensen om me heen. En niet te vergeten, hoe ga ik om met God? Kun je het allemaal verantwoorden zoals je leven eraan toe gaat? Of weet je zelf dat er dingen zijn die niet kunnen? Dat wordt ook bedankdag. Bekering. Reinigt u. Verandert uw kleding. Anders klinken je dankpsalmen vals. Jacob, hij is zich en zijn gezin gaan bekeren en reformeren. Nadat hij het lange tijd had laten lopen. Gemeente, ook weer een troost. Soms kun je denken, ja, het is nou zo ver weg, het is te laat, ik draai het niet meer terug. Ik herken het hoor, bij jezelf en misschien wel je gezin. Dingen zo scheef gegaan, ik draai het niet meer terug. Jacob, het was ver weg hoor. Maar Jacob heeft niet gezegd, ja, nou kan het niet meer. Hij zal wel gebeden hebben, o Heere, help mij. En leg beslag op mijn gezin. Dan gebeuren er toch dingen die je niet voor mogelijk houdt. Het gebeurde. Alzo kwam Jacob, vers 6, te Luz. Het welk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar. En noemde die plaats, let op, El Bethel. U leest het goed, niet Bethel. Met nadruk. El Bethel. Niet huis Gods, maar God van het huis Gods. Wat zit daarachter? Dat hij het zo zegt. Niet Bethel, huis Gods. Nee, de God van het huis. Matthew Henry, die zegt het zo mooi. Hij dat de troost die de heiligen smaken in de heilige inzettingen. Wat zijn die inzettingen? Nou, het woord. Ik hoop dat hij er wel eens troost in mag smaken. De inzettingen, thuis, het woord en de prediking. Misschien het zingen. Allemaal inzettingen waardoor de Heer wil komen en wil werken. Het avondmaal. Het lezen van iets en ga zo maar door. De troost die de heiligen smaken in de inzettingen is niet zozeer in Bethel, het huis van God, als wel in de God van het huis. Matthew Henry bedoelt te zeggen, de troost zit niet in de dingen, in de inzettingen. Niet die preek van zichzelf, niet die kerk van zichzelf, niet dat woord van zichzelf. Maar als ik God daarin ontmoet. Het gaat niet om al die inzettingen op zichzelf, daar is het niet in. Maar om in die instellingen God te mogen ontmoeten. De troost die de heilige smaak en de heilige inzettingen is niet zozeer in Bethel, die inzettingen, als wel in de God van het huis. Jacob gaat niet naar de plaats terug, al doet hij dat ook. Maar veel belangrijker, hij gaat naar God terug. Dat is het. Mooi, hè? El B.
Bethel. Zullen wij vanavond ook naar God teruggaan? Het heeft lang genoeg geduurd, hè? Of laat hij nog wachten? Jacob, na 20 jaar. Hij zei, we moeten terug naar God. Na 20 jaar, het is wat. Na 20 jaar is Jacob eindelijk weer terug bij God. En toen is hij daar neergeknield, bij die oude steen. Ik kan niet geloven dat hij het zonder tranen heeft gedaan. Want dan kun je ogen toch niet droog houden. Als je terugkijkt en terugkrijgt wie je zelf bent geweest. Wat moet Jacob zijn hoofd wel diep gebogen hebben voor God. Maar ook verbroken, niet alleen over zichzelf. Maar dat de Heer hem niet had weggedaan. Maar dat hij nog de getrouwe was geweest. Jacob had hem laten varen, maar hij kwam terug. Wat moet zijn hart verwonderd en verbroken zijn geweest. Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw, hier ziet bewijs. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wat zal Jacob daar klein geweest zijn voor God. Onder die ongehouden liefde en genade van God in Christus. Want het is alles uit Christus. Alles was voor Jacob weg geweest. Maar nou mocht hij er neerknielen. Wat zal hij verwonderd zijn geweest dat hij nog dankdag mocht houden. Dat hij nog mocht bidden. En de hemel niet definitief voor hem gesloten was. Maar dat de Heer hem had opgezocht. En de Heer hem had teruggebracht. En dat hij nou zijn leven en zijn vuile hart en alle schuld bij de Heer mocht brengen. Hij knielde neer. Klein. Verbroken. Gelukkig. Alles door elkaar. Is dat niet de ware dankdaggestalte? Ook vanavond. Zouden wij er niet naast Jacob neerknielen? Met alles wat je aanklaagt. En met al je schuld en je dwaasheid. Om dan maar je handen te vouwen. Dankdag. Dan moeten we een dankoffer gaan brengen, hè, vanavond. Wat voor dankoffer denk je nou vanavond? De Heer te gaan brengen. Gods offers zijn. Een gans verbroken geest. Door schuldbesef. Getroffen. En verslagen. Dit offer. Kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God. Van u. Veracht. Geweest. Toen niet. En nu niet. Om Jezus wil. Amen.